De landskampioen van 2010 tegen de landskampioen van 2009, Twente tegen AZ. Met de opstelling van FC Twente onder in uw beeld. Brenet terug in het elftal, Van Wolfswinkel terug in het elftal. Het gaat ten koste van Sampstedt en Stijn die op de bank plaatsnemen. Misitjan is terug in de selectie. Maar begint niet aan deze wedstrijd als basisspeler. Scheidsrechter is Allard Lindhout. Hier met de captains, Prupper en Klaasie. Geen verrassingen in de opstelling van AZ. Dezelfde elf als afgelopen donderdag in die achtste finale van de Conference League. Toen er werd afgerekend met het sterke Lazio. En dus is Mijnans gewoon van de partij. Hij had wat last van zijn enkel na die wedstrijd van donderdag. Waarin AZ zich dus plaatste voor de kwartfinale. Vorige week de eerste uitzege sinds eind oktober. Overwinning die zijn ploeg ook nodig had. Na de nederlagen tegen Go Ahead en PSV en het gelijke spel tegen Heerenveen. Karlsson. Kerkes had hem graag mee willen krijgen, maar het gaat richting Odgaard. Daar is misverstand. Dat uiteindelijk nog maar net goed afloopt voor FC Twente. Saleh Eddin. AZ verdedigt via Odgaard. En countert. Zonder dat het iets oplevert. Brenet, voor het eerst meldt hij zich op de helft van AZ. Hilgers. Joshua Brenet. En een vrije kopkans, raak. Ugalde. Weer de aanvaller uit Costa Rica, die scoort. Zoals hij dat deed in de wedstrijd tegen Heerenveen. Zoals hij dat deed in de wedstrijd tegen Fortuna. Vrij veel spelers van AZ blijven voorin hangen. Lopen niet mee, alle tijd en ruimte voor Brenet. En wat een fout hier. Hatzidiakos is zijn directe tegenstander helemaal kwijt. De voorzet is op maat. De kopbal perfect in de hoek van Ugalde. Maar hoe is het mogelijk dat hij daar zo vrij staat? Eerste serieuze kans in deze wedstrijd levert een doelpunt op. Bij de tweede paal kwam Prupper. Smal. AZ heeft het ontzettend moeilijk. Tierney, wat een goede bal. En weer raak. Weer Ugalde. Heeft die even de smaak te pakken, zeg. Blessure bij Goes. AZ staat erbij en kijkt ernaar. Het is Sugawara, niet Goes. Die daar geblesseerd op de grond lag en inmiddels staat. Nog maar een keer kijken. Tierney met de voorzet. En helemaal vrij. Botsing tussen Prupper en Sugawara. Daar zal de videoscheidsrechter nog wel naar kijken. Want dat speelt wel een rol bij deze goal. Wat een fijne bal is dit van Tierney. Keeper komt niet. Veel spelers voor zijn neus. En Ugalde maakt er weer twee, net als vorige week. Het zal ongelukkig zijn geweest, de botsing. Het is allemaal beoordeeld, de treffer staat. Maar wat een start van FC Twente in deze wedstrijd. En wat loopt AZ er apathisch bij. Als AZ niet oppast, krijgt het zo dadelijk weer een doelpunt om de oren. Want het staat voortdurend met de rug tegen de muur. Tierney zelf. En eindelijk krijgt AZ even de tijd om op adem te komen. Pavlidis ruziet wat met Prupper. Prupper wint uiteindelijk wel het kopduel. Sugawara. Weer. Pavlidis ten onder. En dit is een geweldige redding van Hoenerstal. De uithaal van Reinders.
Hard geschoten, randstrafschopgebied, Tijani Reinders. En wat een reflex van Oenerstal. Reinders. Mijnans. Te kort, het hakje. Blessure bij Salah Eddin na het duel. Nee, het is een blessure bij Ugalde. Na het duel met Klaasie. Dat is de volgende die serieuze problemen heeft. De man van de twee doelpunten. Zowel vanavond als vorige week. Manfred Ugalde. Die daar heel ongelukkig, daar kan Klaasie volgens mij niet zoveel aan doen. Met zijn voet, met zijn enkel. Klem komt te zitten. En gaat nu onder luid applaus richting zijlijn. En is dat dan tijdelijk? Goeie paas op Sugawara. De paas van Reinders. De kans voor Mijnans. Karlsson. En hij schiet hem naast. Twente wil wisselen. En inmiddels loopt Ugalde gewoon weer terug het veld in. Komt er dus helemaal geen wissel. Vlag voor buitenspel blijft omlaag. Eerst Mijnans. En dan Karlsson. Missy Jan komt voor de man van de eerste helft. Die toch niet verder kan. Manfred. Ugalde. Salah Eddin. Brenet. Jeremy. Daar gaat Brenet. Twee spelers van AZ het bos in. De voorzet van Brenet komt eigenlijk te snel. Salah Eddin van ver zeg. Wat een pegel. Moeilijke bal voor Matthew Ryan. Want die bal zwabbert door de lucht. De trap van Salah Eddin. Voorzet nu van Wolfswinkel die hem terug wil. Van Wolfswinkel. En weer Ryan. En dan de omhaal die er ook niet in gaat van Vlap. Twee spelers die al heel lang wachten op een doelpunt. Vlap het langst. Maar van Wolfswinkel toch ook al 7 wedstrijden niet gescoord. 25 januari maakte hij zijn laatste goal tegen zijn oude club, tegen Vitesse. Smal, aardig driehoekje weer. Salah Eddin, Missy Jan. Het is toch wachten op de derde. Drie verse krachten. Max Meerdink, die zijn competitiedebuut gaat maken voor Alkmaar Zaanstreek. Mees de Wit. Gaat ook in de ploeg komen. En de derde invaller is Michael Lachdo. Odgaard, Kerkes en Pavlidis naar de kant. Ryan. Dat overkomt hem toch net iets te vaak. Al loopt het nog wel telkens goed af. Karlsson, nu is hij weg. Misser van Pleguezuelo, Meerdink in positie. Karlsson zelf en raak. En AZ toch terug in de wedstrijd. Via Jesper Karlsson. De steun van het publiek in Enschede. De paas is fraai van Klaasie. De misser gigantisch van Pleguezuelo. Karlsson heeft opties, maar gaat voor zijn eigen kans. En doet wat hij ook al deed tegen Vitesse, tegen Groningen, tegen Lazio. Scoren. En nu is AZ weer weg. Met invaller Lachdo. Voldoende spelers mee. Meerdink. Dat was zijn kans. Pleguezuelo ligt in de weg. Reinders nog. Maar dit was het moment om toe te slaan voor de jonge Max Meerdink. Prima aanval met Lachdo. Smal zit er een beetje doorheen. En daar Pleguezuelo die onconventioneel verdedigt hier. Maar het werkt wel. Sugawara. Beukema kwam terug wandelen uit buitenspelpositie. Klaasie.
Balverlies, slordig. Maar deze bal onderschept op Renet. En daar nog binnengehouden, dacht ik. Maar blijkbaar toch in zijn geheel over de zijlijn. Nog een minuut. Voetballen we in de extra tijd. Met hier Reinders. Sugawara. Lachdo overgeslagen. Daar was Beukema. Brenet. Toch wat paniek. Opgepikt door Klaasie. De Wit. Voorzet van Carlson. Het is nog altijd niet gedaan. Stijn. Fijne bal. Tierney. Kan hij het misschien af gaan maken? Misitjan komt mee. Ja, goed gegeven, Tierney. Misitjan afgetroefd door Sugawara. En dat wordt dan blijkbaar niet uitgelegd als terugspeelbal. Dus mag AZ nog een keer in de aanval. Als de extra tijd er nu echt bijna op zit. Reinders, laatste aanval van AZ. Overtreding, Sam Stijn. Matthew Ryan, de keeper van AZ, gaat nog mee naar voren. Reinders, daar komt Ryan. Geen kans, geen gelijkmaker, afgelopen. Enorme ontlading hier in Enschede. Twente verslaat AZ op deze zondagavond. Twente pakt 3 hele belangrijke punten. En heeft nog altijd volop kans om bij de eerste 4 te eindigen in de Eredivisie. AZ laat hier vanavond een gouden kans liggen om de tweede plaats te pakken.